Goedemorgen, hier Femke van Kuik, weer met een nieuwe diamantenboodschap. Week 10, 2017. En deze week zijn er drie hele felle kleuren en daar hou ik zo van. Ik word er zo blij van. En ook, we gaan beginnen met mijn lievelingskleur, zometeen heel rood. En het kan heel goed zijn dat je deze week tot alle kleuren aangetrokken voelt. Vertrouw dan op je eigen weten en kijk dan de hele video, want al die diamanten... Die boodschappen hebben weer met elkaar te maken. En er zit ook een soort van verloop in de boodschap. Goed, we gaan beginnen met neonrood. En neonrood is ook wel de kleur van de zon. Hè? Die heeft die hele mooie rode kleur. En eigenlijk schijnt de zon altijd, ook al kun jij het niet zien. Want dan zitten er wolken voor. En dat is ook een beetje waar deze boodschap over gaat. Het gaat namelijk over slachtofferschap. En oh boy... Ik heb mijn hele leven slachtoffer gevoeld. Over mijn leven, van mijn leven. En dat creëerde niet veel voor mij. Het creëerde eigenlijk alleen nog maar meer angst, pijn, verdriet, conflicten en situaties. Totdat ik op een gegeven moment op mijn 29ste inzichten kreeg. En begreep waarom ik bijvoorbeeld gepest werd toen ik klein was. Dat ik begreep dat het met mijn anders zijn te maken had. En de energie die ik uitstraalde. En op dat moment overzag ik eigenlijk het grotere plaatje. En voelde ik mij niet meer slachtoffer van hetgene was gebeurd. En slachtoffer, dat is een woord wat nogal wat emoties kan oproepen bij jou. Dus laat ik even vertellen wat met slachtoffer bedoeld wordt. Met slachtoffer wordt bedoeld dat je bij een schokkende gebeurtenis was. Of dat je erover hebt gehoord of dat je er onderdeel van was. En daardoor heeft het zo'n gevoel van machteloosheid en angst opgeroepen. En op dat moment dat dat gebeurt, hè, en dat kan elke situatie in je leven zijn. Op het moment dat jij in die angst en machteloosheid komt vast te zitten... Dan kan het eigenlijk letterlijk lijken alsof de zon niet meer gaat schijnen. Want er zitten allemaal wolken voor en in sommige gevallen voelt het juist heel erg donker. En deze diamant wil jou helpen herinneren of eigenlijk wakker schudden dat jij alle zielskracht hebt, alle power hebt om hier weer uit te stappen. En dat er ook een verband is tussen zeg maar hetgene waar jij je machteloos of angstig over voelt... En dat stukje dat jij alles in je hebt om hier uit te stappen. En wat vaak ontbreekt is het inzicht. En op het moment dat je het inzicht hebt of beseft dat je kunt kiezen om eruit te stappen. Die is ook nog heel erg krachtig. Dan zul je merken dat jij de held van deze situatie wordt. Dat jij letterlijk uit de situatie kan stappen. Daarvoor heb je de citroengele diamant nodig. Namelijk een andere kijk op de zaak. En dat is waar de citroengele diamant je deze week naar uitnodigt. Een andere kijk op zaken. Daarvoor is wat afstand nodig. Afstand om de situatie die jou tegenhoudt, die je vasthoudt, die je klein houdt. Waarvan je het gevoel hebt dat je leven niet doorstroomt. Om afstand te nemen van dat stuk. Dat kun je letterlijk doen door als een helikopter als het ware boven de situatie te gaan kijken. Om te kijken van, hey, vaak zijn er ook personen bij betrokken. Oké, persoon X, persoon Y. En kijk nu eens en verplaats jezelf dan eens en plaats dan iemand anders in. En kijk dan eens wat er gebeurt in het inzicht over deze situatie. En wat jij anders kunt doen. En als je merkt, ik zit zo ontzettend vast in dat ene gezichtspunt. Dat gezichtspunt wat maar niet... dat je vastzit in je eigen gezichtspunt. Heeft ook heel vaak met oordeel te maken. Is eigenlijk oordeel. Kijk dan eens wat langer naar die citroengele kleur. Naar de diamant. En je kunt ook visualiseren hoe het licht van de citroengele diamant door jouw hoofd gaat. En laat eigenlijk, als het ware, een nieuw licht door jouw hoofd schijnen. En neem ook afstand van de situatie. En dat kan je doen door middel van
op een interessant. Het woord interessant zorgt ervoor dat je afstand neemt. Dus op het moment dat je het vanuit een interessant standpunt gaat bekijken. Dus interessant dat dit eigenlijk gebeurt. Dus interessant welke rol ik erin speel. Interessant de rol van de ander. En zo kun je afstand nemen van de situatie. En je ook niet meer langer onderdeel. Of eigenlijk ook weer slachtoffer van die situatie voelen. Want je neemt afstand en je bekijkt. En dan door de afstand komt ook weer de realisatie dat je kunt kiezen. Dus welke keuze kun je maken om uit die situatie te stappen? Gaan de hersenen... Focus je op de kleur en laat een nieuw licht schijnen. En magenta deze week wil jou uitnodigen om je trilling te verhogen. Om je bewust te worden van jouw trilling. En alles bestaat uit trilling. Het hele universum bestaat uit trilling. En je hebt zaken, spullen, gedachten die een hoge trilling hebben. En je hebt zaken, situaties die een lage trilling hebben. En eigenlijk alle emoties hebben een hele lage trilling, zoals angsten. Piekeren, twijfelen, niet keuzes kunnen maken, maar ook boosheid, schaamte, al dat soort jaloezie. Al dat soort gedachten hebben een extreem lage trilling. Dus op het moment dat jij in één van die gedachten vastzit, dan hoe je ook zo'n lage trilling kunt merken, is eigenlijk dat je heel erg down bent. Is dat je... Ja, ook als het ware naar beneden getrokken wordt. Blijdschap is echt een enorm hoge trilling. Dus op het moment dat jij ervoor kiest om dingen te gaan doen waar je blij van wordt. En soms komt daar dan weer het oordeel achteraan gehuppeld. Omdat je denkt dat het dan iets groots moet zijn. Maar dat kan ook iets heel klein zijn. Is even een kopje thee drinken. En even de tijd voor jezelf nemen bijvoorbeeld. Kan al zo enorm verademend zijn. Kan je al zo enorm blij van worden. En kan ook eigenlijk letterlijk een handeling zijn. Om uit de situatie te stappen. En in ieder geval alles wat je als positief eigenlijk als blijdschap ervaart. Dus dat zorgt er automatisch voor dat jouw trilling omhoog komt. En alles bestaat uit trilling. Dus voel je negatief. Dan zal je ook merken dat het lijkt alsof alles negatief is. Dat heeft ermee te maken dat je de negativiteit aantrekt. Ben je blij, dan merk je alles op. Je hoort de vogeltjes fluiten. Je voelt de zon of de regen op je huid. Het gevoel dat je leeft. Waar ben jij negatief over? En waarmee trek jij jouw eigen trilling naar beneden? En wat ervoor zorgt dat je continu bevestiging van die trilling krijgt? En erken en weet diep van binnen dat je een heel krachtig wezen bent. Een heel krachtig wezen die op het moment als het bewustzijn er is, kunt kiezen voor blijdschap. En zo, als het ware, uit deze situatie kan stappen. Dit waren de diamantenboodschappen van deze week. Allemaal een uitnodiging om anders te gaan kijken. Om je eigen aandeel, trilling te bekijken. En het grotere geheel te gaan zien. En als die kwartjes allemaal vallen, kun je elke situatie, bijna is dat magie, veranderen. Met één gedachte kun jij je leven veranderen. Op het moment dat jij één gedachte omdraait, omkeert en plaatsneemt in die trilling daarvan. Volgende week weer een diamanten boodschap. En ik vind het heel erg leuk als je je reactie hieronder achterlaat. Oké, fijne dag!